Maak is een gratis, laagdrempelig en gebruiksvriendelijk platform dat door leerkrachten in het leerplichtonderwijs gebruikt kan worden om lesmateriaal te maken, al dan niet samen met collega's. En dit lesmateriaal kan dan gedeeld worden met leerlingen, maar ook met andere leerkrachten via klassement. Leerkrachten kunnen bestaand lesmateriaal en oefeningen zoeken, hergebruiken of aanpassen aan de noden van hun studenten. In deze video zie je een prototype van het platform. Het doel van dit prototype is de bedenkingen, verwachtingen en noden van mogelijke gebruikers zoals jullie te weten te komen, om hiermee rekening te kunnen houden bij de verdere ontwikkeling van het platform. Tijdens deze video doorlopen we twee scenario's. Eerst passen we een bestaand lesmateriaal aan en dan maken we er een nieuw. Om het bestaand lesmateriaal aan te passen, gaan we op zoek naar een oefening rond het Belgisch Koningshuis. We vinden hier een interview met de geschiedenis van Leopold I en willen dit aanpassen. Dit lesmateriaal bestaat uit een aantal elementen. Er is een stamboom, een kruiswoordraadsel, een kaart en een video met vragen. We kunnen zelf elementen toevoegen, teksten, beelden of video's, of ook interactieve elementen zoals bijvoorbeeld kruiswoordraadsels, meerkeuzevragen of een valgje. Voor deze oefening willen we alleen kruiswoordraadsel aanpassen. Dat kunnen we doen door op edit te klikken en dan kunnen we hier vragen toevoegen. We kunnen vragen importeren uit andere platformen. We kunnen ook beelden of video's gebruiken en natuurlijk tekst toevoegen. Als we blij zijn met het resultaat, kunnen we de oefening kopiëren, verwijderen of opslaan. In dit geval kunnen we ook het formaat van de oefening veranderen als we willen een ander formaat dan een kruiswoordraadsel gebruiken. Als we de oefening hebben opgeslaan en we zijn blij met het resultaat, komt die terecht in onze eigen MaakC-catalogus. Dit is een lijst van alle oefeningen die wij gemaakt hebben of aangepast hebben. We kunnen die publiceren op klassement als we dat willen, of we kunnen die delen met onze leerlingen. In ons tweede scenario gaan we zelf een oefening aanmaken. Hiervoor kunnen we beginnen met een schabloon. We kunnen beginnen met een blanco blad. Dat betekent dat we alles van nul moeten opbouwen en is meer gericht op gevorderde gebruikers. Of in de toekomst gaan we ook kunnen beroep doen op artificiële intelligentie om ons te helpen om lesmateriaal aan te maken. Als we niet goed weten waar naartoe, is er ook een wizard die ons kan helpen met het maken van de juiste keuze. Voor dit voorbeeld gaan we beginnen met een schabloon. En uit onze lijst kiezen we een meerkeuzevraag. Deze meerkeuzevraag kunnen we invullen met ons materiaal, tekst. In dit geval gaat het over een artikel en een aantal vragen over dit artikel. Als we die hebben ingevuld, kunnen we kijken hoe het er gaat uitzien voor onze studenten in verschillende formaten. Of we kunnen hulp vragen bij andere leerkrachten. Die kunnen we ofwel rechtstreeks aanspreken via een boodschap, of we kunnen een berichtje posten op de leraarskamer op klassement en daar de feedback en de hulp van andere leerkrachten vragen. Eens we klaar zijn, slaan we de oefening op en komt die weer in onze eigen maakcatalogus terecht.